Kijk al die mensen in die bocht. Dit is echt bizar. Allemaal voor jouw auto, Geert-Jan. Ja, die mag ook weer van de bucketlist af. Uit het dak van A45 AMG. Oh, dikke bak ouwe. Ik heb blijven staan, hè, de hele tijd. SV, Aventra S, P1. Was 8 keer gezien. En nu wordt het heel erg verstandig om wel naar binnen te gaan. Hier hebben we deze GTC. Oh ja. En nog een keer een performante. Oh ja, ik was nog niet klaar met vertellen. Vantage. Corvette. GT3 RS. Viva van Speciale. Ja, lekker. Wat is dit? Echt, wat is gedaan in de NACO? Dit is echt een kopie. Een hele goede morgen en welkom in Monaco. Het is het laatste dagje, weer is heerlijk en ik word niet dat vrolijk van jongens. Supercars gaan wel een beetje de stad uit. Oh nee, M2, C63 ST, M4. En laatste dagje jongens, dit wordt mooi. Nog een van de laatste kijkers bij Fairmont Hotel en ik zie er alweer die 9 achter staan jongens. Damn. Hij blijft zo dik ontzien, veel beter zonder die Martini livery. En die kleine details, hier ook. Een soort van goud eromheen, ook in de motor. Kuwait, tuurlijk. Op zich is dit trouwens wel een leuk glaasje, hier die 918. En die RS6 jongens. Bizar. Oh, en nog, hey, is Kenner. Dit is even een prima line-up. R8, RS6 en een 918. Kijk hoe bizar dit is trouwens. Aventador. Met een best wel brute frontsplitter. Performante. Californië. Carvlogger! Hey, wie is dat joh? Californië. SV. Een van de mooiste Lambo's ooit. Performante. Deze is toch echt wel mooier dan die grijze hoor. En dan een... De
nog een vrij simpele hurricane eigenlijk zo, naast de Perfect. Dat is toch echt bizar om te zeggen, dat je van een normale hurricane helemaal in het zwart bijna niet meer opkijkt. Naast een Michelago SV en een Performante. En dan valt dit gewoon helemaal weg. Ja, dan begin ik eigenlijk steeds wel weer een zwak voor te krijgen voor zo'n 27 S. Zeker in die bijna gouden kleur. Echt wel uniek eigenlijk hoor. Ondanks dat er hier al 5 van rijden, maar wel van leuk. Nismo weg. We hebben niks gedaan. We hebben helemaal niks gedaan. Overal is het afgezet in Monaco. De laatste dag, de politie heeft er geen zin erin. Gewoon, dus ja. Wat vervelend zo'n rode kever waar je achter zit. Oh, hele RSS. Ik denk dat dit misschien wel mijn nieuwe favoriete Ferrari is hoor, die 812. Hij heeft wel de lichte velgen en niet de donkere velgen. Dat is misschien iets minder, maar in het rood ziet het er zo ziek uit, jongens. In het zonnetje van Monaco, ja, leeft het best wel oké. Damn, deze tunnels moeten we ook hebben in Nederland. Deze zijn zo fijn. Heerlijk. Aangekomen op het vliegveld in Nice. De helft gaat per vliegtuig en wij rijden lekker met twee auto's naar Nederland. We gaan het lekkere weer verlaten, hoewel Nederlands vond ik ook best wel oké. Maar neem jullie nog even mee naar Nederland en dan zien we wel weer wat gaat gebeuren. Oh jongens, dat kan je toch een hele dag doen. We zijn onderweg naar Nederland. Jordi en Cindy op het vliegtuig gezet. En Ethem en Gert-Jan zitten in de zee. En dit wordt een prima ritje zo. Het is mooi weer, muziekje aan. Rustig naar huis rijden natuurlijk. Het gaat helemaal goed komen. Wat een apparaat, hè? Kijk hier links, kijk hier links. Wat ziek, zeg. Dit zijn pas Convoy Calls. RS6 F12 C63 A540. Leven is meer dan prima. Leven is meer dan prima hier, hoor. Nou, we zijn getroffen door de eerste file. Het is best wel dramatisch. Ik denk dat we al 3 kwartier vertraging op hebben gelopen. En dat we wel pas een kwartier in de file staan. Dus dat is echt op de top genieten. Maar check de kleur aan de zijkant. Zo bizar. Welke kleur is het? Welke kleur is het nou? Ik weet het echt niet hoor. Maar je gaat nooit geloven waarachter we rijden. We rijden achter een TDF. Holy shit. Dit ding is zo bizar. Rood. Dit slaat echt nergens op dit ding. Hoe dat eruit ziet, jongen. Die road presence van zo'n ding. Ja. Ik heb ze niet in Monaco gezien trouwens. Dit heeft presence, jongen. Halleluja.
Dames en heren, jammer genoeg komt er ook aan dit avontuur weer een einde. Tom Marks, Monaco was één groot gekhuis. Ik heb genoten van al het moois. Ik heb ook genoten van al jullie reacties. Dames en heren, ik wil jullie weer onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet te abonneren. Er komt superveel toffe content aan. Binnenkort gaan we naar de Nürburgring. We gaan op pad met Ferraris, RS, AMG, verzin het maar. Er komt zoveel tof spul aan. Dus nogmaals, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Zie ik weer heel snel. Mazzel, hè.